Wij lezen vandaag Lof der Zotheid van Erasmus. Een fundamentalist streeft zuiverheid na. Alles wat afwijkt, al het inconsequente, elk spatje, elke oneffenheid is ontoelaatbaar. Mensen die fundamentalist zijn, willen maar twee begrippen kennen. Zwart of wit. Bij fundamentalisten denken mensen al heel snel aan religieuze fundamentalisten. Nou ja, die heb je er dan ook veel. En ook al heel erg lang. In de 16e eeuw kreeg Erasmus daar regelmatig mee te maken. Deze wereldberoemde Rotterdamse denker dreef er zelfs de spot mee. In zijn satirische boek Lof der Zotheid beschreef hij hoe idioot sommige Rooms-katholieke geloofsgenoten zich gedroegen. Hij maakte harde grappen over hoe ze zelf bedachte regels hanteerden, alsof het wiskundige formules waren. Zelfs de hoeveelheid knoopjes aan de jas waren keihard vastgelegd en verheven tot onwrikbare principes. Dat Erasmus met zijn grappen de scherpslijpers provoceerde, besefte hij zich maar al te goed. Het slag mensen waar hij over sprak was buitengewoon licht geraakt, wist hij. Want, ik citeer, de bambliksem hangt ieder die niet in hun geest spreekt boven het hoofd. Dat soort licht geraakt types en instanties kennen we vandaag de dag nog steeds. Gelukkig beperkt, maar toch. Je bent of heilig of zondig. Halal of haram. Hostie, geen hostie. Spot, humor, gemotiveerde kritiek op een denkwijze is eigenlijk niet toelaatbaar. Er zijn ook ongelovige fundamentalisten die de dictatuur van de zuiverheid nastreven. Ik heb gelijk en jij nooit. Ik heb het recht van spreken, maar jij niet. Ik mag alles over jou zeggen, maar jij niet over mij. Met mij geen grappen, don't fool with me. Ja, die toon, dat is natuurlijk niet zo handig in een vrije samenleving. In een vrije samenleving moet niet alles langs de geodriehoek van het eigen gelijk gelegd worden. Juist de afwijking geeft kleuren en dat maakt ook dingen beter. Juist als meningen worden uitgedaagd en scherp worden bevraagd, aangevochten, geprovoceerd. Tot op het bot kunnen worden ontleed, bespot. Juist dan kan de werkelijke waarde van een godsdienstige, atheïstische of andere mening worden erkend. Durf dus buiten de gebaande paden te treden. Of laat in ieder geval andere mensen toe om hun knoopje net iets anders te doen dan is voorgeschreven. Lof ter zotheid. Geen banbliksems. Erasmus. Ik wens u waarlijk vrijzinnige dagen.